dag van het Rode Kruis. Leer goed te poetsen. En mogen tattoos wel of niet? Goedenavond en welkom bij 10 Minuten Jeugdjournaal. Wie helpt je als je in nood bent? Als je gewond bent of als je geen geld hebt om te eten? Het Rode Kruis telt 11,7 miljoen medewerkers en vrijwilligers. En vandaag kregen kinderen die een beperking hebben hier voorlichting over. Zijn komen leren wat Rode Kruis doet. Rode Kruis helpt mensen. Elk jaar wordt op 8 mei de geboortedag van Henri Dunant herdacht. Hij is de oprichter van het Rode Kruis. Henri Dunant besloot tijdens oorlogen van vroeger onpartijdig te blijven. Zijn doel was om alle mensen die gewond waren te helpen. Bij het Rode Kruis gaat het erom dat je vrijwillig en dus uit liefde andere mensen wil helpen. Vrijwilligers die dragen de organisaties, net als bij de bloedbank. Het zijn vrijwilligers die hun bloed komen geven. En uiteindelijk gaat dat bloed wat met liefde wordt gegeven naar de mensen die het nodig hebben. Het is liefde voor alle mensen, ook voor kleine kinderen. Voor bij mensen die kunnen geen huurhuis kunnen betalen, maar hebben andere mensen voor hun om te betalen. Dat is liefde. We moeten eigenlijk ervan uitgaan dat menslievendheid, dat is heel belangrijk. De waarde van een menselijk leven en op een gegeven ogenblik liefde, die overwint alles. Als je dus, je moet op dezelfde manier iedereen waarderen. Net als hoe je, wat je graag wilde, hoe je zelf behandeld moet worden, zo moet je ervoor zorgen dat een ander ook behandelt. Helpen betekent als voorbeeld een persoon niks heeft en voorbeeld op school bij mij. Als de persoon geen brood heeft, lijkt mijn vriendin. En dan geef ik dat altijd. En wanneer zij haar dingen heeft, dan geeft ze me ook. Het is belangrijk om mensen te helpen, want als Rode Kruis er niet was, zouden ze niet hulp vinden. We moeten niemand onderschatten, ook die mensen, die kinderen met een beperking, die kunnen straks ook bij het Rode Kruis terechtkomen om zelf als vrijwilliger op te treden. Ik bijvoorbeeld ben zelf ook iemand met een beperking, maar ik ben zelf ook bij het Rode Kruis. Dus wie weet kunnen die later overnemen van ons. Berichten over verkeerde dingen bij de Surinaamse Postspaarbank trekken veel aandacht en goed poetsen moet je leren. Deze berichten vandaag in ons Kart Nieuwsblok. Gisteren was de Nationale Poetsdag. Er is al een poos een Nationale Poetsdag, omdat tandenpoetsen erg belangrijk is. Waarom? Wel, het is de beste manier om vooral etensresten en andere dingen die aan je tanden plakken weg te halen. Door elke dag te poetsen kan je voorkomen dat je last krijgt van gaatjes in je tanden en om te voorkomen dat je tandvlies ontstoken raakt. Ontstoken tandvlees kan heel erg pijn doen. Wij behoren onze tanden te poetsen, na het eten en voordat wij gaan slapen. Maar goed, tandenpoetsen is ook iets dat we moeten leren. Het moet eigenlijk op één vaste manier. Het eerste dat je nodig hebt is een tandenborstel met zachte haartjes daarop en een beetje tandpasta. Vervolgens ga je in deze volgorde aan de slag. Begin aan de binnenkant van de onderkaak en beweeg je tandenborstel heen en weer tot je alles hebt gepoetst. Aan de buitenkant van je onderkaak doe je precies hetzelfde. Vervolgens poetsen we aan de binnenkant van de onderkaak en daarna de binnenkant van de bovenkaak. Vergeet de kouvlakken van je tanden en kiezen niet en zorg ervoor dat je deze plekken een goede beurt geeft. Aan de buitenkant van je bovenkaak doe je precies hetzelfde. We eindigen met het poetsen van de tong en daarna spoelen. Poets je tanden elke dag voor een stralende lach. Er is veel ophef ontstaan rond het nieuws dat er vorige week naar buiten is gekomen dat er bij de Surinaamse Postspaarbank, SPSB, mensen verkeerde dingen doen. Mensen bij de bank hebben aan anderen laten weten dat er op een erg verkeerde manier wordt omgegaan met geld op rekeningen van de overheid.
Op die rekeningen staan er miljoenen aan bijvoorbeeld belastinggeld dat de overheid ontvangt. De persoon die dit nieuws in de pers heeft gebracht is vakbondsleider Robbie Berendstein. De staat hebben gevraagd van staat, minister van Financiën, u heeft daar rekeningen bij die bank. En de informatie die wij hebben is dat er niet op een juiste wijze wordt omgesprongen met die tegoeden op die rekening. Toch? Vraag in ieder geval verantwoording van wat gebeurt er met mijn geld daar. De leiding van de SPSB heeft de dingen die in de pers zijn gekomen ontkend. De leiding heeft nu ook 3 werknemers van de bank gezegd dat ze voorlopig niet meer aan het werk mogen komen. De directie van de bank vermoedt dat die 3 werknemers de informatie van de dingen die volgens hun verkeerd gaan, hebben gegeven aan meneer Berendstein. Hij vindt deze handeling van de leiding van de bank verkeerd. Stel dat het zo zou zijn dat mensen bedrijfsinformatie hebben uitgelekt. Ja. Men zegt informatie over cliënten. In deze gaat het om een aantal feiten die mogelijk met corruptie te maken hebben. En als een werknemer dat zou doen, ja, door dat aan te geven, ja, dat doet hij het niet om informatie van cliënten uit te lekken, maar om zijn bedrijf te beschermen. De vakbond van de werknemers denkt er nu aan om actie te voeren om de 3 werknemers die niet meer aan het werk mogen komen te ondersteunen. Dat gaat misschien samen met de vakbonden van andere banken gebeuren. Meneer Berendstein heeft alle informatie gegeven aan het Openbaar Ministerie. Dat is een instantie die onderzoekt of mensen strafbare feiten hebben gepleegd. Hij hoopt dat het Openbaar Ministerie deze zaak echt goed gaat onderzoeken. Dus als je een goed onderzoek wil doen, moet je het 1 laten doen door onafhankelijke mensen. En 2, je moet alle partijen die de zaak kunnen beïnvloeden, het onderzoek kunnen beïnvloeden, moet je de ruimte vragen, zodat er een onafhankelijk onderzoek kan plaatsvinden. De COVAP heeft een student uit de verplegersopleiding afgeschreven omdat hij een tatoeage had laten zetten op zijn onderarm, terwijl zichtbare tatoeages verboden zijn. De student zegt dat hij geen regels heeft overtreden en dat hij onterecht is afgeschreven. Wie heeft gelijk? Deze zaak heeft in de media aandacht gekregen, vooral omdat de student het niet eens is met de beslissing van de leiding van de COFAP, de organisatie die verplegend personeel opleidt. Ik vind het wel ouderwets. Op het tattoo niet in de mode is. Het is nog gewoon niet in de mode. Tegenwoordig hebben de meeste mensen een tatoeage of een piercing. De leiding van COFAP had deze week geen tijd voor een interview. Wij spraken daarom vakbondsleider Robbie Berendstein. Hij komt op voor werknemers. Volgens hem hebben alle burgers het recht om met hun lichaam te doen wat ze willen. Dat is een grondrecht. Ja, dus niet verbaal, maar op een andere manier uiten waar je voor of achter staat. Dat is een vorm van vrije meningsuiting. En aan de andere kant heeft het dus ook te maken met een stukje lichamelijke integriteit. Ja, waarbij je in principe het recht hebt behoud om dit soort zaken te doen. Maar tegelijkertijd begrijpt meneer Berendstein dat sommige bedrijven en organisaties moeite hebben met werknemers en studenten met zichtbare tatoeages. Ik vind als je in de opleiding bent voor een verpleger of verpleegster, dan je kan een tatoeage of een piercing hebben, maar dan niet op een zichtbare plek. Ik denk van je bent op school, het mag niet eens. Ja, omdat je niet met tatoeages op school mag. Als je met name werkt met cliënten, je ziet het bijvoorbeeld in kantoorgerichte bedrijven, zegt men als je werkt met cliënten die zitten in de front office, die contact hebben met cliënten waar het bedrijf het van moet hebben, die zeggen van, daar hebben we dus liever geen tatoeages. Ja, omdat, ja, bij sommige mensen werkt het afstotend. Als ik zie dat je tatoeage op je lichaam hebt, ga ik niet bij je komen. De student die is afgeschreven door de leiding van COFAP heeft gezegd dat er in de regels van de opleiding niet staat dat hij geen tatoeage mag hebben.
Volgens meneer Berenstein is het ook moeilijk om zo'n regel te maken. Als men ziet dat je tatoeages hebt en je komt solliciteren, dan wordt dus daar al geweigerd. Het is veel moeilijker om als je al in het arbeidsproces bent, op basis daarvan mensen te gaan ontslaan en dat soort zaken. Ik vind wel dat het duidelijker moest zijn in wet of reglement dat je wel of niet tattoos mag hebben en of het wel of niet zichtbaar kan zijn. Ik heb het nooit gezien hoor, in reglementen van bedrijven. Want los van, kijk bij de cao's heb je dus bedrijfsregels. Ja? En daar ben ik het ook nooit tegengekomen, omdat het eigenlijk niet mag. Ja, je kan het eigenlijk niet verbieden. Ja, maar er is wel een aversie tegen van bepaalde werkgevers. Maar formeel mag je op basis daarvan iemand niet ontslaan. Veel jonge mensen die nu tatoeages hebben of laten zetten, gaan straks een opleiding volgen of een baan proberen te krijgen. De kans is daarom groot dat er in de komende jaren meer conflicten over tatoeages zullen ontstaan. En de 10 minuten zijn om. Bedankt voor het kijken naar het 10 minuten Jeugdjournaal. Slaap lekker en tot de volgende keer. Dag!